Welkom bij Challenge 1, studeren in eigen tempo. Mijn naam is Casper Veldhuizen en namens CACI presenteer ik onze oplossing voor de challenge in Osiris. De challenge heeft een aantal uitgangspunten en uitdagingen die we hanteren om de casus uit te werken. We gaan uit van de student Gerard. Hij start op 1 februari 2019 met de opleiding toegepaste psychologie. Gerard doet de opleiding in een half tempo, dus studeert 30 EC per jaar. Gerard volgt het reguliere examenprogramma van 2019. De eerste uitdaging die ontstaat, is eigenlijk een uitdaging die bestaat uit meerdere problemen. Gerard kan op meerdere momenten per jaar starten met zijn opleiding. En daardoor hebben we ook problemen met toetsherkansingen en met BSA. Toetsherkansingen en BSA zullen op een later moment besproken worden. Eerst richten we ons op de meerdere instroommomenten per jaar. In Osiris is dat als volgt opgelost. Een student kan in Osiris op ieder moment instromen. Er kunnen meerdere instroommomenten per jaar gedefinieerd worden. En de student wordt ingeschreven tot het eind van het studiejaar, 31-8. Dit is een eis van Duo en StudeLink. Hier zie je de student Gerard Jolling. Die ziet in zijn studentomgeving de collegekaart. Hij is ingeschreven voor collegejaar 2018-2019 vanaf 1-2-2019 tot en met 31-8-2019. De tweede uitdaging is het variabele studietempo. Gerard geeft bij de start van zijn studiejaar aan welke cursussen hij gaat studeren en hoeveel EC hij in het individuele studiejaar wil behalen. Gerard mag zich alleen voor die cursussen inschrijven. In Osiris pakken we dat als volgt op. Gerard wordt in Osiris gekoppeld aan het reguliere examenprogramma. En Gerard kan via de Osiris PlanApp aangeven welke cursussen hij ieder studiejaar wil volgen en in welk tempo hij dat wil gaan studeren. Gerard kan zich in Osiris Student alleen inschrijven voor de cursussen die hij gepland heeft. Hier zien we een basisprogramma van de opleiding toegepaste psychologie met de verschillende cursussen die de student moet gaan doen. Iedere cursus die gekoppeld wordt aan dit programma moet deze cursussen volgen. In Osiris PlanApp kan Gerard zodra hij gekoppeld wordt aan het examenprogramma de planning zien en aanpassen. Je ziet hier al een standaard planning staan die gevuld wordt vanuit het examenprogramma. En Gerard kan deze planning aanpassen. Wat je hier ook goed ziet is dat Gerard pas in het tweede deel van jaar 1 start. Dus vanaf blok 3. En hij volgt daarmee het individuele studiejaar wat doorloopt tot en met blok 2 van jaar 2. Gerard kan aangeven welke cursussen hij wil gaan volgen en in welke volgorde hij dat wil gaan doen. En hij kan dan zijn planning indienen ter goedkeuring bij de begeleider. Op een gegeven moment gaat Gerard zich inschrijven voor cursussen en cursussen behalen en dat zie je ook terug in de planning. Dus je ziet precies welke cursussen hij al behaald heeft, welke cursussen hij zich voor ingeschreven heeft en welke cursussen hij niet behaald heeft. Een goed voorbeeld van zo'n niet behaalde cursus is psychologie van het persoonlijke. In dit geval zie je dat die cursus niet behaald is en die moet herpland worden. Hij plant de cursus opnieuw in, nu een jaar verder. Maar weer in blok 4. Echter heeft het consequenties voor de rest van zijn planning. Namelijk de cursus Psychologie van het Persoonlijke is een ingangseis bij de cursus Psychologische Gespreksvoering. Hij kan die twee dus niet in hetzelfde blok volgen, want hij moet eerst de Psychologie van het Persoonlijke afronden voordat hij zich mag inschrijven voor Psychologische Gespreksvoering. Hij ziet dus alle ingangseisen direct in de planning terugkomen. Ook in Osiris Student kan hij zijn studievoortgang nauwlettend in de gaten houden. En hij kan zich daar ook inschrijven op cursussen. Je ziet hier, hij gaat zich inschrijven op een cursus door te klikken op de knop cursus. En hij kan daar dan alleen kiezen uit cursussen uit zijn vaste programma die openstaan voor cursusinschrijving. Dat zijn allerlei cursussen die opgenomen zijn in het examenprogramma die op dit moment openstaan voor inschrijving. Je ziet dat hij daar ook blokken kan selecteren.
om specifieke cursussen te zoeken. Ook kan Gerard zijn studievoortgang raadplegen in de Officieren Student app, zodat hij goed in de gaten kan houden of hij nog op dreef en op planning ligt om zijn planning te halen. En daarnaast kan de begeleider via Osiris docent begeleider ook het studieplan raadplegen en ook de studievoortgang van Gerard bekijken. Dit is de studievoortgang vanuit studentperspectief, dus uit de studentenapp. Hij ziet daar dat hij 26 van de 60 punten behaald heeft. Hij ziet welke cursussen hij niet behaald heeft, dat wil zeggen hij heeft een onvoldoende behaald voor die cursussen. En ook ziet hij hier nog de cursussen die hij moet volgen door dat uit de V open te klappen en cursussen die hij behaald heeft. Ook de docentbegeleider kan die voortgang dus bekijken. Allereerst zien we hier dat de begeleider Huib-Jan Wielemaker kijkt naar Gerard Jolling. En hij ziet daar dat Gerard Jolling een planning ingediend heeft voor toegepaste psychologie. Deze planning heeft nog geen status, hij is nog niet beoordeeld. Daarnaast kan de begeleider ook uitgebreid studievoortgangsoverzichten bekijken. Hij ziet daar welke examenprogramma's er gekoppeld zijn en hoe de student ervoor staat. In dit geval heeft hij dus 26 punten behaald. Daarnaast kan hij voortgang per periode gebruiken om te kijken in welk collegejaar en welke periode de student achter gaat lopen op zijn planning. Als laatste overzicht nog een vervolg van het studievoortgangsoverzicht, waarbij we zien dat voor de psychologie van het persoonlijke Gerard Jolling een onvoldoende gehaald heeft. Er zijn voor die cursus geen punten uitgekeerd en hij zal die opnieuw moeten doen. Het tweede deel van de eerste uitdaging, variabel instroommoment, bestaat uit het aantal toetsherkansingen en het bindend studieadvies. Ook het Osiris ondersteunt ook de controle op het aantal toetsherkansingen voor september en februari instroom. En daarnaast bieden we ook mogelijkheden aan om variabele instroommomenten te gebruiken bij het uitbrengen van het studieadvies. Voor deeltijdopleidingen kan het advies zelfs na 1, 2 of 3 jaar uitgebracht worden. Hier zien we een voorbeeld van een cursus waar hij eerder al een onvoldoende voor behaald heeft. Hij gaat zich daar nu op inschrijven. Hij overschrijdt daarmee de maximum aantal herkansingen. En er wordt daarbij ook rekening mee gehouden dat deze student in februari begonnen is. De BSA richten we in Osiris zelf. Dit is de back-office van Osiris en we richten hier een deeltijd februari instroom tussentijds advies in. Dat zien we linksbovenin. We hebben een positief en een negatief advies. En het negatief advies wordt vanaf 0 punten toegekend en het positief advies pas vanaf 24 punten. We zien dat de punten geteld worden op basis van cursussen die in het examenprogramma staan. En cursussen die behaald zijn tussen 1-2-2019 en 31-1-2020. Na uitbrengen van het advies zal de student dat ook zien in Osiris Student. Onder het kopje voortgang ziet hij nu dat er een tussentijds advies met een positief karakter uitgegeven is. Daarnaast kan hij meer informatie krijgen over dat advies. Daarin zouden we dus op kunnen nemen wat dat voor een invloed heeft op het vervolg van zijn opleiding. Uitdaging 3 is de curriculum doorontwikkeling. De instelling stelt ieder jaar het curriculum bij en pleegt iedere 5 jaar een groot onderhoud. En hoe zorg je ervoor dat Gerard het actuele curriculum blijft zien? In Osiris is dat als volgt opgelost. In Osiris wordt per collegejaar curriculum ontwikkeld en ieder collegejaar kan je weer wijzigingen aanbrengen aan het curriculum. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het beoordelingsformulier, wat in jaar 1 een textuele beoordeling bevat en in jaar 2 een daadwerkelijke scoreberekening. En wijzigingen aan het curriculum kunnen in het examenprogramma vastgelegd worden via vervangingsregels. Ook kan aan een student individuele regelingen toegepast worden, zodat de vervangingsregel alleen voor deze student geldt. En de student ziet hierbij altijd het meest actuele curriculum en dat zal ook opgenomen worden in zijn planning.
in Osiris docent zien we bijvoorbeeld als we in 2018 een cursus gaan beoordelen via het beoordelingsformulier, dat we nog het ouderwetse beoordelingsformulier krijgen waar we textuele beoordelingen in kwijt kunnen. En in 2019 zien we een beoordelingsformulier waarbij we werken met een beoordelingsschaal van slecht tot en met uitstekend. Dit is voor dezelfde cursus, alleen een nieuwe variant van de cursus. In Osiris Basis kunnen we ook dus vervangingen van het curriculum registreren. Zo zie je hier bijvoorbeeld dat de cursus SPSS in 2018 en 2019 gegeven werd. En in 2020 vervangen is door RStudio. Via vervangingsregels kunnen we dan aangeven dat de cursus SPSS vervangen wordt door RStudio voor dit examenprogramma. En dat wordt ook direct zichtbaar in de PlanApp. We zien linksboven de volgende verplichte cursussen ontbreken nog. Dat is de RStudio cursus. Die zien we aan de rechterkant ook in het rijtje staan met nog niet geplande cursussen. En in het midden onderin zien we dat de cursus SPSS gepland was, maar dat die nu niet meer aangeboden wordt in collegejaar 2020 en dat er dus vervangen moet worden. Dit was de presentatie Surf Challenge Studeren in eigen tempo. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie in de voorbereiding een mooie video hebben gemaakt en die met ons hebben gedeeld. Net als bij de voorgaande deelnemers hebben we daar natuurlijk een paar vragen over. En de eerste vraag is, als ik me niet vergis, van Hanna. In jullie video leek het best wel alsof de opleiding centraal stond en alsof de student echt een onderdeel is van de opleiding. In plaats van dat de student losstaat en een student is van de instelling die resultaten kan halen binnen een opleiding. Klopt dat? En kunnen jullie dat nog misschien toelichten of daar tegenin gaan? Ja, kan ik toelichten inderdaad. Nee, in principe, het ging een beetje uit van de casus. Vanwege de casus vond dat de student ingeschreven wordt op een opleiding, toegepaste psychologie. Maar dat is niet nodig in Osiris. Een student kan ook alleen maar cursussen volgen in Osiris, dus niet een opleiding volgen. Je kan ook een programma maken wat 100% vrij is, vrije keuze. Dus dan kan de student helemaal zelf zijn eigen programma samenstellen. Dus in principe ondersteunt Osiris alle smaakjes, zullen we maar zeggen. Alleen in de casus stond dat hij echt specifiek het reguliere programma ging volgen. Vandaar dat je dus eigenlijk ook al wel het reguliere programma in de PlanApp terugzag. Zullen we maar zeggen. En dat hij daar dus eigenlijk het tempo mee kon bepalen. Maar dat de keuzes voor een deel al bepaald waren door de opleiding die hij gekozen had. En hoeveel vrijheid en flexibiliteit heeft die student dan in zijn keuze? Nou, volledige vrijheid, wat ik al zei. Hij kan ook alleen los modules volgen. Dus hij kan ook op de instelling komen en slechts één module volgen of een paar modules volgen. Dat kan. Hij kan slechts los een minor volgen op de instelling, is ook een optie. Of hij kan een opleiding volgen wat voor een deel vast is, maar ook voor een heel groot deel flexibel. Dan kan hij dus zelf nog het flexibele deel ook helemaal invullen. Je kan hem in principe alle vrijheidsgraden geven die je wilt als instelling. Dus in principe is het zo, om verder te verduidelijken, de student wordt ingeschreven op die opleiding, op dat standaard programma, maar hij heeft de vrijheid om daarvan af te wijken waar wenselijk. Ja, klopt. Dus stel dat je een grote keuzeruimte in je programma definieert, bijvoorbeeld je zou hem bij spreken 60 EC en keuzeruimte kunnen geven, dan kan hij dat volledig vrij invullen. Ja, maar dat is de 60 EC vrijheid binnen dat programma. Binnen dat programma, ja precies. Maar wat ik al zei, je kan het programma ook helemaal flexibel maken. Dat wil zeggen dat je helemaal niks vast in het programma hebt staan. Dat heb je dus 100% vrijheidskeuze als student. Maar aan de instelling. Ja, sorry. Jij geeft dus de student ruimte. Ja. Het is niet zo, hier is catalogus of mogelijkheden en daar is student. En student neemt ruimte. Ja, dat kan ook, dat zei ik al. Dan gaat de student gewoon los modules volgen. Dan is hij niet aan een opleiding gekoppeld, maar dan gaat hij gewoon los modules volgen. En kan dat ook allemaal tegelijk? Kan je dus in één instelling de verschillende varianten tegelijk hanteren? Zeker, ja. Ja. Maar de instelling moet op studentniveau bepalen, dit is een student van type X.
Nou ja, de student komt binnen inderdaad. Stel dat hij regulier binnenkomt via StudieLink, dan wordt hij natuurlijk ingeschreven op een opleiding, zal ik maar zeggen. Dus dan komt hij als reguliere student binnen. En dan gaat hij binnen die opleiding gaat hij zijn opleiding volgen, zijn programma volgen. Maar hij kan ook gewoon los via de instelling binnenkomen dat hij gewoon zegt, ik wil een aantal cursussen bij jullie volgen. En dan schrijft hij zich in voor die cursussen. Dus maar het kan gewoon naast elkaar bestaan. Oké. Ozeer is ondersteund ook volledig contractonderwijs, zeg maar. Dus je kan ook gewoon los contractmodules aanbieden, zeg maar zeggen. Ja, maar wat mij nog niet helemaal duidelijk is waar de applicatie dan van uitgaat. Gaat die uit van er is onderwijs en er zijn studenten? Of moet ik die student altijd ergens in hebben voordat hij een student is? Nee, nee. Je kan gewoon een student bestaat gewoon los in Osiris, zou ik maar zeggen. En je kunt hem dan vervolgens gaan koppelen aan onderwijs of aan een opleiding, et cetera. Maar dat staat los naast elkaar. Kan hij zichzelf ook koppelen? Zeker, ja. Nee, maar dat is precies wat ik bedoel. Kijk, als ik het gewoon nu... Ik hoor steeds dat die student dat uiteindelijk niet doet. Dat het voor hem wordt gedaan. Door ofwel dat hij ergens in wordt gezet. Ofwel, ik bedoel, is het zo dat ik straks een instelling heb die Osiris gebruikt met hier een set mogelijkheden en daar een serie studenten die dus zelf die verbindingen leggen als flexibele student? Mm-hmm. Ja, dat ja. Dat? Ja, nee, ja, kijk, de student komt op een gegeven moment, je hebt de student in Osiris staan, zeg je hebt het aanbod in Osiris, zal ik maar zeggen, en de student kan zelf kiezen wat hij dan doet. Wat is de voorsorteerkeuze? Wordt er een keuze voor gesorteerd? Is er een programma voor hem klaargezet? Hoe werkt dat? Nou ja, het is kijk een beetje. Kijk, als de student natuurlijk via StudieLink binnenkomt. Stel even dat de student via StudieLink binnenkomt. Op StudieLink moet de student een opleiding kiezen. De student komt met die opleiding bij de instelling binnen. Ja. En ik kan me voorstellen dat dan de instelling een kleine voorzet doet richting de student. Wat die kan gaan volgen binnen die opleiding. Dus die kleine voorzet, die krijgt de student. En de rest kan hij zelf dan bijkiezen, zeg maar, uit de onderwijscatalogus. Dus je hebt een onderwijscatalogus waar in principe het hele aanbod van de hele instelling in staat. Ja. Daar kan de student gewoon in zoeken en in bladeren. En daar kan hij dan zijn keuzes uit maken. En dat kan hij dan vervolgens binnen zijn opleiding gaan volgen. Hoe wordt dan duidelijk wat geregistreerd is als zijnde van deze student dan wel? Ik bedoel, is het gewoon een ballenbak en verzamelt hij dus gewoon een lijstje met... Ja. Dus de student die gaat gewoon modules volgen, cursussen volgen, haalt daar resultaten voor. Dat ligt allemaal bij de student vast, zou ik maar zeggen. En dat is niet direct gekoppeld aan een programma of zo. Dus je kan het programma er als het ware als een soort schabloon overheen leggen om te zien van uiteindelijk van wat of dat binnen het programma past. Ja, en een studiebegeleider of coach, heeft die daar een rol in? Ja, die kan natuurlijk daar een rol in spelen, door daar bijvoorbeeld een goedkeuring op te geven. Maar dat is instelbaar, dus je kan zeggen van, is een goedkeuring nodig, ja of nee, van een begeleider. Maar op die manier kan hij daar een rol in spelen. En is die goedkeuring, de logica daarvoor, zit die gekoppeld aan de student of aan de onderwijseenheid waar die zich op intekent? Nou, als je kijkt naar de plan-app, in het filmpje was het plan-app gebruikt. En in de plan-app stel je natuurlijk zelf je hele programma samen en ook welk moment je het gaat volgen. En de begeleider legt dan dat moment de goedkeuring voor het totaal vast. Dus voor de totale keuzes die je gemaakt hebt en planning die je gemaakt hebt. Maar je kan ook in Osiris op een ander niveau goedkeuren en dan kun je het meer per module goed. Helder. En in hoeverre, ik zag in het filmpje ook, er ging naar uit van een student die in februari instroomt. Maar die zag eigenlijk alleen maar het aanbod tot aan de zomer. En die vond het geheel. Dat klopt. Ja, nee, je hebt gelijk, dat klopt. Dat komt omdat in dit geval, bij deze opleiding werd nog gewerkt met een propperduizen, met een bachelorfase. De student stond nu in mijn voorbeeld alleen gekoppeld aan de propperduizen. Mm-hmm. Dus dat is totaal een jaar wat hij dan uitsmeert over 3 jaar bijna. Precies. Maar daarna heeft hij de bachelorfase. Maar als je de bachelorfase toevoegt, zal ik in Osiris, dan komt dat programma ook erbij te staan. Dus dan zie je op een gegeven moment meer jaren zichtbaar worden in die planning. Helder. En wat is dan jullie visie op het toekomstige gebeuren als ik nu in de Tweede Kamer de discussies hier rond flex studeren?
Ja, dat ondersteunen we allemaal. We hebben meegedaan aan dat experiment flex studeren. Een klant van ons, Tilburg, die maakt daar ook gebruik van. En je kan dus ook aangeven als student dat je dus voor een x-aantal EC dus inderdaad onderwijs wilt volgen. Het collegegeld is daar dan vervolgens ook op gebaseerd. Dus daar maken wij gebruik van inderdaad. Maar kun je dan halverwege het jaar ook nog wisselen van tempo? Of staat het echt vast aan het begin van het jaar? Nee, ja, dat zal misschien een beetje afhangen wat de instelling toestaat. Ik weet niet, maar op zichzelf dat je besluit van ik heb eerst aangegeven dat ik voor 30 EC dit jaar wil studeren, maar ik wil dat verminderen. Dan heb je natuurlijk ook je collegegeld is gebaseerd natuurlijk op die 30 EC. Dat is de afspraak die je in het begin gemaakt hebt. Dus ja, stel dat je naar 15 EC terug wil, dan moet je instelling natuurlijk wel zeggen dat is prima, dan krijg je collegegeld terug. Maar dat kan dus wel, is mogelijk. Okay. Ja, OZIERS houdt dat niet tegen. Maar zeg maar in het voorbeeld wordt eigenlijk ook gezegd van je staat ingeschreven in een collegejaar en die is dan geldig tussen deze bepaalde periode. Maar wat als ik in periode 1 en in periode 4 wil studeren en niet daartussenin? Ben ik dan nog steeds geldig in periode 2 en 3? Of hoe zou dat werken? Ja, maar dat heeft niet zozeer met OZIERS te maken als wel met StudieLink, zou maar zeggen. En Duo, zou maar zeggen. Want jij wordt in principe altijd ingeschreven voor een collegejaar, zou maar zeggen. En de start van het collegejaar is wel flexibel, maar je wordt in principe altijd tot 31-8 ingeschreven. En je kan wel weer uitgeschreven worden en weer opnieuw ingeschreven worden, maar dat gebeurt over het algemeen niet. Maar met je collegegeld op basis van aantal EC's maakt dat natuurlijk niet zo heel veel uit. Waarom niet? Want dan moet je dan van tevoren kiezen. Moet je dan voor 31-8 gekozen hebben? Ik weet het niet. Dat hangt er van de instelling af. Dat durf ik niet te zeggen. Je schrijft dat niet voor. Nee, want je kunt dus later alsnog dan een soort inschrijving. En ik wil alleen die vakken en betalen per punt. Ja, voor jullie. Ja. Marina, jij had, meen ik, een vraag die in het verlengde daarvan ligt. Maar het is jou beantwoord voor je. Ja, volgens mij heeft Elsbeth dat al beantwoord of gevraagd hier. Maar mag ik nog heel even één vraag stellen over de catalogus? Want wat ik nu wel hoor is, de catalogus is min of meer toch wel leidend en daar staan vakken. Dus de student kan wel instromen op elk moment, maar die moet daar wel vanuit kiezen. Stel dat het structuur daar niet op vakken gebaseerd is, maar op leeruitkomsten. Dus ik kies mijn activiteiten op basis van de leeruitkomsten die ik wil behalen. Niet vanuit startpunt vakken. Hoe zie je dat dan ingericht hebben in OZIERS? Kan dat? Ik ga ervan uit dat een instelling altijd vakken aanbiedt, zou zeggen, op basis waarvan je bepaalde leeruitkomsten kunt halen, zou maar zeggen. De vakken, de onderwijscatalogus is gewoon al het onderwijs wat de instelling aanbiedt, waarmee je kennis kunt vergaren, zou maar zeggen. Dat het bijdraagt aan een bepaalde leeruitkomst, dat kan je bij het vak aangeven. Dus bij het vak geef je aan, dit draagt bij aan die leeruitkomst. Dus dat je bijvoorbeeld 5 verschillende vakken hebt die aan dezelfde leeruitkomst bijdragen, dat kan, zou maar zeggen. In jouw programma geef je vervolgens aan van welke leeruitkomsten jij moet bereiken, zou maar zeggen. Maar op welke manier je ze dan invult, zou maar zeggen. Dus welk vak je volgt, et cetera. Dat bepaal je dan zelf op basis van dat aanbod wat die instelling aanbiedt. Maar dat betekent dus, als we heel even stilstaan bij die leeruitkomsten, het mooie daarvan is dat je daar leerweg onafhankelijk aan kan werken, afhankelijk van de student, zeg maar. Je kan kijken, zelf invulling geven aan de manier waarop je die leeruitkomst wil behalen. Ja. Maar dat is dan vervolgens niet in OZIERS geregistreerd. Dus we weten dat student X werkt aan leeruitkomst Y. Maar niet op welke manier. Dus ook niet of we ruimtes moeten roosteren, capaciteit bij lessen moeten organiseren, dat soort dingen. Jawel. Want kijk, de student maakt natuurlijk wel. Hij kiest natuurlijk een bepaald. Hij kiest een bepaalde cursus of module, kiest hij, waarmee hij die leeruitkomst wil bereiken. Dat neemt hij in zijn planning op, dat hij dat graag wil doen. En dat is natuurlijk input voor roostering, et cetera. Ja, maar zoals ik zeg, het kan dus ook zonder een module te kiezen. Het zou kunnen zijn dat ik niet het onderwijs wil volgen, omdat ik bijvoorbeeld een relevante werkplek heb. En denk, nou, ik ga het goed maken. En ik kan het. Oké, precies. Ja. In de planner kun je ook aangeven, als je activiteiten doet die niet in een modules worden gegeven. Dus je kan eigenlijk als het ware extra activiteiten toevoegen. Daarmee ziet ook de begeleider dat je dat dus gaat doen. Dus dat kan je toevoegen. Oké, nou lijkt me mooi om daar straks in de breakout nog even over door te praten. Heel graag had ik dat nu gedaan, maar omwille van de tijd moeten wij helaas alweer verder. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de voorbereidingen en het beantwoorden van mijn vragen. En ik zie jullie graag om 11:30 terug in de breakout room.